Goedemorgen, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van donderdag 21 juni. De eerste dag van de zomer, maar daar gaan we helaas weinig van merken vandaag. Er is vrij veel bewolking en er vallen her en der wat buien. In de loop van de ochtend breekt vanuit het westen de zon wel wat vaker door, maar het noorden blijft gevoelig voor buien. Er staat een stevige noordwestenwind en met 15 tot 18 graden is het ronduit fris. Vanavond klaart het in het zuidwesten op, in het noorden blijven nog wat buien. De Noordwestenwind neemt langs de noordkust en het IJsselmeer toe naar een harde wind met soms zware windstoten. De minima liggen vannacht rond de 8 tot 12 graden. Morgen verandert er eigenlijk weinig. Er is nog steeds vrij veel bewolking. En vooral in het noorden en oosten valt er ook wat regen of een bui. Het is nog steeds fris met 15 tot 18 graden bij een matige tot krachtige Noordwestenwind. Zaterdag blijft het nog steeds koel en er is wat kans op regen. Zondag gaat de temperatuur ietsje omhoog. Het wordt ook wat droger en er is wat meer zon. Maar pas na het weekend wordt het zonnig en uiteindelijk ook zomers warm. Dus voor wie de zomer vandaag mist, nog even geduld. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.